heeft mij een sms'je gestuurd of ik haar vader Ben even wilde verrassen. Dus dat ga ik maar eens even doen. Radio Decibel, goedenavond. Goedendag. Welk gelegen? In verband met? Nou, in verband met Vaderdag. Met wie spreek ik? Je spreekt met Rutger van Radio Decibel. Rutger van Radio Decibel. Yes. En ik heb een sms'je gekregen van jouw dochter, Marloes. Oké. En heb jij al iets van haar gehoord vandaag, of niet? Ja, een sms'je vanmorgen gehad van prettige Vaderdag. Ja. Ze komt niet naar je toe vandaag? Nee, ze was aan het leren, ja. Oh, dat is jammer. Dus geen ontbijtje op bed vandaag? Nee, ook dat niet eens. Nee. Ja, erg, hè? Nou, zeker. Ja. Een vaderdag zonder ontbijtje op bed, dat is ook niks. Nee, hè? Nee. Nou ben ik het een beetje aan het goedmaken vanavond voor de mensen die niet bij Vaderdag konden zijn. Of het helemaal zijn vergeten of iets dergelijks. Nee, vergeten was het niet. Nee, precies. Dinsdag een belangrijke dag voor de studie. Oh ja, nou. Blokken vandaag. Zij heeft mij namelijk gevraagd het een beetje goed met je te maken. En ik heb het volgende berichtje voor je. Oké. Een hele fijne Vaderdag en binnenkort krijg je alsnog je cadeau. You're the best. Kus Marloes. Ja, klopt. Nou. Dat is toch fantastisch? Ja, is geweldig. Is ze er toch nog een beetje bij dan vanavond? Oké, hartstikke goed. Nou, geniet nog even van je vaderdag. Zeker weten, voetballen kijken. Goed zo, wat gaat het worden? Ik weet het niet meer. Nee, ik ook niet. Nee, hè? Nee. Dan ja, we zullen het gaan zien, hè? Oké. Nou, sterkte ermee. Bedankt voor je bellen. Hetzelfde. Dankjewel. Dag. Dag.